Welkom. Goedemiddag. Ik zat eigenlijk... Ja, goedemiddag. Welkom allemaal bij deze live sessie. Mijn naam is Angela Isaias. Ik ben leerkracht van groep 5-6 op de christelijke basisschool De Driemaster in Almere. En wellicht kent u mij al als ambassadeur van het basisonderwijs, omdat ik dit jaar uitgeroepen ben tot leerkracht van het jaar PO. Maar vandaag zit ik hier als host. Ik mag in gesprek met minister Dennis Wiersema. Dus ja, laten we gewoon snel beginnen. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. En iedereen mag gewoon allerlei vragen stellen, is het idee. Ja. Hè? Dus jij krijgt zo meteen allemaal vragen en die ga je op mij afvuren. En dan, ik hoop ook dat het niet alleen maar vragen zijn, maar ook een soort van ideeën of suggesties soms van mensen. Dat is het beste. Maar alles is welkom. Nee, ik heb ook eigenlijk al meteen een eerste vraag. Maar voordat we dat gaan doen, waarom zitten wij hier vandaag? We hebben een mooi gesprek, een half uur de tijd. Maar waar gaat het over? Ja, nou... We hebben het over basisvaardigheden. En kijk, leraren die moeten natuurlijk veel meer doen dan kinderen alleen maar goed leren lezen en schrijven. He, want juist in die fase, als een kind jong is, dan ben je een ongelooflijk belangrijke schakel in de ontwikkeling van kinderen. He, dus je leert heel veel over de wereld, je leert ook heel veel over jezelf, je leert ook dat je soms een fout mag maken. Die leraar is in alles cruciaal. Maar daarvoor is het ook belangrijk dat dat lezen en schrijven dan wel goed is. Want dat is weer zo belangrijk voor alles wat je daarna gaat doen. Nou ja, die basisvaardigheden, en je ziet het ook met rekenen, die zie je eigenlijk dat als die niet op orde zijn, dan wordt het daarna eigenlijk heel lastig. Ook later op school, maar ook later in het leven. En we zien de afgelopen jaren dat dat steeds iets minder wordt. En op een jaar dan denk je, ach, valt wel mee. Maar op 30 jaar, dan is dat gewoon een heel groot gat. En dan gaan we daar ook heel veel last van krijgen. Dus wat we hebben gezegd, dan moeten we dus een groot plan hebben voor basisvaardigheden. Maar dat is niet iets wat, als ik op een knop druk, dat het er is. Dus we hebben een brief gestuurd, ook naar de Kamer. En ik wil graag met het hele onderwijs in gesprek en kijken, wat werkt nou voor jou? Wat zou in jouw klas helpen? Is het soms iets meer tijd om je les voor te bereiden? Misschien tijd om je te ontwikkelen naast je les, maar misschien heb je wel hele andere behoeftes. En hoe kan ik je daar ook bij helpen? En dan gaan we met die informatie weer verder aan het werk en dan maken we het plan weer beter. Het plan bestaat uit 5 speerpunten. Kan u die nog even voor ons benoemen? Ja, eigenlijk is een belangrijk eerste speerpunt is meer ruimte voor de docent, voor de leraar. Dus dat betekent in de klas dat je ruimte hebt, zoals ik net zei, om je les voor te bereiden, bijvoorbeeld om je nog te ontwikkelen, maar ook focus. Hè? Want mensen denken ook vaak, ja, dat hele bordje, alles wat bij mij in die les komt, dat is zo vol dat ik soms niet meer weet hoe ik het allemaal voor elkaar krijg. En ik denk ook, daar is de politiek en daar ben ik ook, nou, zo'n ministerie, ook schuldig aan. Want wij hebben dat bordje steeds volgelegd. Dus wij moeten nu ook zorgen dat daar meer focus komt. Ik moet hier meteen dan ook op ingrijpen, want ik als leerkracht ervaar dat dus ook, hè. Ik sta nu ruim 10 jaar voor de groep en ik merk dat er zoveel veranderingen zijn. Soms wordt het gewoon een beetje te veel. Ja. Dus daar hebben jullie ideeën en plannen voor. Hoe je dat kan verminderen. Ja, en dat is iets waar wij iets aan kunnen doen. Maar waar we vooral jullie als leerkrachten mee moeten helpen. Want het moet niet zo zijn dat dit betekent dat je meer werk hebt. Want je komt al om in het werk. Leraren zijn soms al bezig toch echt in de avond om je lessen voor te bereiden. Nou, jij weet dat veel beter dan ik. Jij ervaart dat. En het probleem is dat we dus zoveel op dat bordje hebben gelegd. Dus dat moet ook duidelijker zijn. Wat moet er nou echt in die lessen gebeuren? Daar moeten we ook helpen om die focus aan te brengen. Maar dat is ook een gesprek wat ik hoop dat heel veel van jullie ook met elkaar gaan hebben in de docentenkamer. En dat ik dan kan helpen waar je tegenaan loopt. Dat ik dat weg kan nemen. Nou, dat gesprek moeten we met elkaar hebben. We moeten ook praktische tips gaan geven. Bijvoorbeeld, hoe doe jij dat in jouw lessen? Dat jij dat ook weer vertelt aan mensen, andere docenten dat vertellen. Dus het is iets wat we ook nu moeten starten. Maar we weten nog lang niet wat we allemaal nog meer moeten gaan doen. Daar komen we dan achter. Maar we weten wel dat we het heel lang moeten gaan doen. We moeten het echt lang volhouden. En dat is heel belangrijk. En we moeten, dat is ook een van die, want ik heb ze niet eens al 5 genoemd, maar ik zal het niet noemen. Een van die 5 is ook dat je beter weet hoe het dan gaat met die basisvaardigheden. Dat moeten we ook beter weten. Want dat is soms, dan krijg je af en toe de inspectie die vertelt, het gaat allemaal niet goed. Maar we hebben toch niet altijd even goed zicht met elkaar om te weten of we nou ja, het beter doen. En dan krijgen we weer een PISA-score en dan gaat het weer naar beneden en dan worden we allemaal weer
kan een beetje verdrietig, want dan denk ik, het gaat wel over onze kinderen. En die gunnen we het beste onderwijs. En die basis is de basis, zou je kunnen zeggen, voor het beste onderwijs. Nou, wat ik mooi vind, wat ik eigenlijk ook een beetje hoor in wat u net vertelde, is dat de leerkracht dus ook weer in zijn kracht wordt gezet. De leerkracht die doet er gewoon toe. Dat is je bedoeling. Maar dat is ook super moeilijk. Als je klas groter hebt zien worden, als je collega niet kan vinden en dus mensen, leerlingen hebt over moeten nemen of iemand ziek is. Het is echt heel pittig om dat te kunnen doen. I know. En dat... ik doe het elke dag. Precies. Dus wij zullen daar echt ook nog wel... Dat gaat niet makkelijk worden. Ja. Maar ik vind dat ik mijn uiterste best moet doen om te helpen om dat wel beter te maken. Nou, dat stukje omarm ik gewoon echt. Ik ben heel erg van het samenwerken en ook in gesprek gaan over hoe kunnen we dat dan anders aanpakken. Wat ik zelf merk, en er komt ook een vraag over binnen, is toch ook wel weer dat leerkrachtentekort, waar we met z'n allen wel wat wel mee te maken hebben. Ja. En een vraag die gesteld is waarom investeren jullie nou in die externe basisteams? Want jullie willen straks, of althans het plan is om met externe basisteams eigenlijk binnen de school te komen en hulp te bieden, want dat vond ik heel mooi hoe jullie dat beschreven. Niet de boel overnemen, maar echt hulp bieden. Wat kan ik voor jou betekenen? Ja. Maar dat geld kan toch beter gaan naar het oplossen van het leerkrachtentekort, zodat scholen het zelf intern kunnen oplossen. Ja, zeker. Allebei. Het is allebei waar. En het laatste wat ik wil is een of andere duurbetaalde consultant naar school sturen die denkt dat hij het wel weet en net op het moment dat de les begint weer weg is. Dat is absoluut niet wat we moeten doen. Kijk, wat we willen met dit plan, ik zei al, we beginnen nu. Het is een soort sneeuwbal die verder rolt. Er is ook heel veel geld voor beschikbaar gekomen door deze coalitie. Ja, dus dit is uiteindelijk €1 miljard structureel voor kwaliteit van onderwijs. En daar zijn die basisvaardigheden de absolute basis voor. Dan moet je vervolgens kijken, hoe kunnen we daar nou al met één slim gebruik van maken om het snel te doen. Zodat je al dit schooljaar, ook als school, als je zegt, ik wil hiermee aan de slag, dat al kan gebruiken. Dus we gaan al dit schooljaar 500 scholen de mogelijkheid geven om met zo'n plan de basisvaardigheden omhoog te brengen en daar ook geld voor te krijgen. Maar er zijn natuurlijk daarvan soms ook scholen, en dat zijn vaak de scholen waar het al best pittig is, waar het lerarentekort het grootst is. Nou ja, die zeggen dan ook, ja, dat is hartstikke leuk, geld, allemaal mooi, gooi het maar over de schutting. Maar dat is niet alleen genoeg. En ik vind dat het ministerie een andere houding moet aannemen. Wij moeten zeggen, wat kunnen wij doen om nog beter te helpen? We hebben heel vaak misschien wel allerlei ideeën in de politiek. En dan gooien we die over de schutting bij jullie, gooien we er wat geld bij. En dan denken we, nou, misschien komt het wel goed. Maar het komt niet altijd goed, want als je die mensen niet hebt en die ondersteuning niet kan vinden, dan zit je eigenlijk met je handen in het haar. Nou, dat zie ik overal gebeuren. Maar op die plekken waar dat het meest moeilijk is, daar zou ik de vraag willen stellen, hoe kunnen wij helpen? Als het antwoord is, nou, we redden het helemaal prima zelf, nou, dan heb je helemaal niemand nodig. Ik wil alleen ter beschikking stellen dat er mensen zijn die je zouden kunnen helpen. Ja, en wie zijn dat dan? Want daar krijg ik ook vragen over. Ja. Kijk, dat gaan we ook ontdekken, zeg ik eerlijk. Want het is eigenlijk gewoon, we hebben nu met een paar scholen doen een soort intake. Dan ga je gewoon zitten en zeg je, waar loop je allemaal tegenaan? Waar kan je ondersteuning bij gebruiken? Wat is dat? Dat is soms heel divers. Het kan gaan om iemand die komt ondersteunen. Mm-hmm. Hè, want dit zijn geen mensen die leraar zijn of bevoegd zijn. Hè, want die zitten gewoon in die scholen. Die moeten ook in die scholen zitten. Die wil ik absoluut niet uit die scholen halen en dan in zo'n team zetten. Dit zijn mensen die juist moeten zorgen dat die leraar dan ook zijn werk kan doen en ontzorgd wordt. Maar hoe kan iemand die niet in het onderwijs werkt, waar zit dan hun affiniteit? Nee, ze kunnen wel in het onderwijs, maar dat kan een onderwijsassistent zijn. Kan natuurlijk iemand van de bibliotheek zijn die langskomt om het lezen meer aandacht te geven. Het kan misschien ook iemand zijn, ik zag een school die vroeg om een data-analyst, die dus blijkbaar hulp nodig heeft om in kaart te brengen hoe de leerlingen het doen. Dus het kan best wel breed zijn. Er was ook een school die vroeg om iemand die helpt om wat meer activiteiten met en door ouders op te zetten, zodat die ook wat meer komen helpen, bijvoorbeeld voorlezen in de klasse. Mm-hmm. Ja, dat kan heel nuttig zijn, maar het komt nu allemaal op het bordje van die leraar. En die denkt dan, ik moet eerst dit goed doen. En de rest, dat schiet er dan ook wel bij in. Terwijl, dat zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor, om dat wel te laten slagen. Dus die handjes, van wat allemaal zeggen, die vinden we dan ook belangrijk dat die komen helpen. Nou, daar wil ik ook mijn best voor doen. Dat is net een andere rol van het ministerie dan mensen gewend zijn. Dus ik snap ook dat mensen daar soms een beetje nog argwanend op zijn. En eerst zeggen, eerst maar zien, dan geloven. En kritisch op zijn. Moeten ze ook allemaal doen. Dat is ook echt belangrijk, want dan wordt het alleen maar beter. En als het niet werkt, moet het ook niet doen. Maar ik denk dat als wij echt in de helpstand gaan en echt betrokken zijn, dat dat ook helpt voor scholen die nu te vaak alleen met de handen in het haar zitten. En dan wil ik
nou ja, hen helpen om dat samen te kunnen oplossen. Maar kan ik dan ook als hulpvraag zeggen, wij willen graag 3 extra leerkrachten hebben. Op dit moment werk ik op een school waar wij gewoon al een langere tijd 3 vacatures hebben. Ja. En zo'n basisteam klinkt echt heel erg mooi, maar ik hoor dus ook echt de geluiden uit het veld. Die dan zeggen, maar kan ik dan ook zeggen, zorg voor die leerkrachten. Want dat is volgens mij waar het ook moet starten. Ja, kijk, zo'n basisteam, het klinkt alsof elke school dat zometeen op de vloer krijgt. Dat is niet zo. Dat kan ook niet, hè? Want dat betekent, daar hebben we de mensen ook niet met elkaar voor. Het is al pittig genoeg, denk ik, om hier goede mensen genoeg voor te vinden. En juist die duur betaalde consultants, absoluut, hè, dat die flink buiten de deur houden. Maar als je als school die hulp wel nodig hebt, en echte scholen waar dat het meest nodig is, hè, want ik kom ook op veel scholen, die hebben wachtlijsten, die hebben geen last van een personeelstekort, en die scoren hartstikke goed op de basisvaardigheden. Ja, dat is mooi, die heeft die hulp niet nodig. Tegelijkertijd moet die school misschien wel gaan helpen met een andere school. En de mensen die ook op die school zijn. Dus ik vind ook dat we moeten helpen, niet alleen met die basisteams, maar überhaupt de gedachte, hoe helpen we elkaar? Maar nu raakt u ook mijn kern, want dat is volgens mij ook echt waar het om gaat. Dat de scholen waar het ook beter mee gaat, dat die ook eigenlijk hun vleugels uitslaan en hun kennis en hun expertise delen. Ik ga wel even naar een andere vraag. Vergeten we die zo. Ja, ik zie staan. Ik hoop dat de basis. Er staat geen naam bij, hè, van wie we deze vraag krijgen. Geen naam bij. Maar die persoon die vraagt, ik hoop dat de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen zijn tot na de orde. En dat de uitbreiding naar digitale geletterdheid en burgerschap, et cetera, niet de focus op de basale basis van lezen, schrijven en rekenen gaan vertroebelen. Hele mond vol. Ja. Nou, dat is ook wat ik net in het begin zei. Dus de focus die ligt ook op die taal en op het rekenen. Dat is de basis voor de basis. Als dat niet goed is, wordt alles daarna moeilijker. Of dat nou gaat om wereldoriëntatie of zo meteen misschien op een vervolgopleiding een boek begrijpen, maar ook een Nederlands boek leuk vinden om te lezen. Daarna misschien een sollicitatiebrief schrijven voor een bijbaantje. Maar ook misschien al leren met je zakgeld om te gaan. Dat begint met die basisvaardigheden. Kijk, burgerschap en digitale geletterdheid, dat zijn echt van die containers. En waar gaat het nou om? Soms gaat het over de geschreven en ongeschreven regels in Nederland. Hoe gaan we met elkaar om? Maar ook als je gaat stemmen, waar moet je allemaal op letten? Digitale geletterdheid is eigenlijk dat wat overal ook doorheen zit, zou je kunnen zeggen. Want de hele dag zitten mensen op dat mobieltje of op internet en lees je daar informatie. Moet je snappen hoe die informatie daar is gekomen, van wie die informatie is. Dus eigenlijk zijn burgerschap en digitale geletterdheid iets waarvan we de afgelopen jaren hebben gezegd, dat vinden we ook belangrijk dat dat in het onderwijs is. Maar het probleem is, in het onderwijs zit heel veel behoefte aan eigenlijk duidelijkheid daarover. Mm-hmm. Er is wel een curriculum, maar dat is al heel lang geleden een keer veranderd. Daar zit eigenlijk deze vaardigheden zitten daar niet zo in. Hebben we ze bijgeschreven? Om eigenlijk veel meer duidelijkheid en ook ondersteuning te geven aan scholen die zeggen, ja, ik vind het wel heel belangrijk, maar ik weet nog niet zo goed hoe ik dit dan precies moet doen. Wij moeten zorgen dat het ook duidelijk wordt in het curriculum wat het dan betekent. Mm-hmm. En het zit natuurlijk overal doorheen. He, dus, maar de basis zijn taal en rekenen. En deze vaardigheden die lopen eigenlijk overal doorheen door het hele programma. Want ik heb ook inderdaad gelezen dat jullie, of dat u, eigenlijk ook wil kijken om die doelen veel concreter te maken. Ja. Waardoor het ook behapbaar wordt. Ja, dat klopt. Ja, want het probleem is wel dat we, als je zegt we willen meer focus en niet meer werk. Ja. Dan moet je ook zeggen, wat moet er dan wel? Kijk, en ik vind dat wij in ieder geval duidelijker moeten zijn. En nu is een van de kerndoelen, een kind leert lezen. Mm-hmm. Ja, maar wat dan precies? En diep lezen en hoe diep? En dus dat betekent dat het relatief cryptisch is opgeschreven. Maar ook dat alles eronder kan vallen. Maar tegelijk soms ook helemaal niks. En ik denk dat dat niet helpt. En wij moeten duidelijk zijn, wat hoort er in dit kerncurriculum te zitten aan basis? Dat gaan we nu ook met de Tweede Kamer versneld met de leraren samen ontwikkelen. Dus de leraren gaan het ontwikkelen. In de Tweede Kamer gaan we het dan natuurlijk bespreken. En daarna gaan we het ook meteen in de praktijk toepassen. Dat hopen we ook al binnen nu en een jaar een heel eind mee te zijn. Maar dat betekent niet dat je ondertussen niks zou moeten doen. Dus mijn oproep ook is, ga dit gesprek ook met elkaar al aan. Laat mij ook weten waar je dan soms tegenaan loopt. Maar ga ook kijken, hoe doen wij dat nou in onze klas? Want er zijn ook heel veel voorbeelden waarbij het lukt
om wel echt de aandacht voor die basis te bespreken. En dan de rest daar soms ook doorheen te gebruiken. Ja. Ja, omdat het heel erg ondersteunend kan zijn. De misvatting is wel dat je zegt, ja, dan vind je andere vakken dan niet belangrijk. Nee, die zijn juist belangrijk en die kan je ook heel goed met elkaar combineren. Ja. Maar daar is soms wel hulp bij nodig. Dus een van die 5 elementen in het plan is ook dat je zorgt voor effectieve methoden. Dat wij scholen, leraren ook helpen met gewoon overzicht van wat zijn nou methoden die ook werken. Mm-hmm. En dat je daar ook bij geholpen wordt, zodat je weet wat je kan gebruiken in je lessen. Dankjewel. Vraag 3. Ik vind het heel erg fijn dat jullie in de chat hartstikke druk bezig zijn. Blijf ook die vragen doorsturen, want het gaat natuurlijk om jullie. Ja, ik moet korter antwoorden. Ik ben graag. Ik probeer wel af en toe er tussendoor te komen. Maar ook online typen en dan gaan we ook zorgen dat daar ook antwoorden op komen. Hè. Dus het is wel belangrijk. Dit is een vraag van Jennifer van der Ende. Zij zegt, wat als taal en rekenen niet de basis zijn, maar juist de onderzoekende houding, zelfkennis en het probleemoplossend vermogen? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Ik denk dat dit vaardigheden zijn die je helpen om in de rest van je leven er iets van te maken. He, dan helpt het, maar het helpt ook om je leergierig te maken. Om ook te weten als je ergens in de punarie zit of gewoon in je huiswerk iets moet oplossen, hoe je dat doet. Alleen de basis daarvoor is natuurlijk wel dat je weet wat ergens wat er staat. Mm-hmm. En dat je het ook leuk vindt om te lezen wat er staat. En dat als het gaat over iets berekenen, dat je in ieder geval iets weet. Hè, als het gaat over probleemoplossend vermogen, dan hoort ook dat je logica begrijpt. Mm-hmm. En dat zit natuurlijk heel erg in rekenen, in die logica. Dus ik denk dat het elkaar niet uitsluit. Dat is hetzelfde met een aantal andere vakken. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen, muziek brengt in de hersenen of sport. Mm-hmm. Maakt iets wakker, waardoor mensen eigenlijk veel meer hier open voor staan. Dus dan gaan ze spelletjes doen waarbij met muziek en ook met sport soms dat rekenen en die taal bijbrengen. Kijk, we gaan helpen bij effectieve methoden, maar scholen zijn natuurlijk ook zelf nu al heel creatief bij kijken hoe dat zou kunnen. Dus ik vind Jennifer, dat je een goed punt hebt en ik vind ook niet dat het elkaar tegenspreekt. Het zijn alleen denk ik een beetje 2 verschillende aspecten die samen moeten zorgen dat je op school leert wat je moet leren. Oké, dank je. Een opmerking. Ik zie het bordje toch juist voller worden. Omdat burgerschap hoger op de agenda moet en beter gemonitord moet worden. Omdat er meer aandacht voor digitalisering moet komen en er meer gymles moet worden gegeven. Dit is een vraag gesteld, of eigenlijk een opmerking, door Bonnie Tolsma. Ja, Bonnie, ik snap je helemaal. En dit is ook, denk ik, het punt wat ik ook best wel spannend vind. Want we kunnen wel zeggen, we moeten meer focus doen en niet meer werk. Maar als de realiteit is dat dat toch leidt tot nu nog steeds meer werk, dan zeggen jullie op een gegeven moment ook, ja, hartstikke leuk minister, maar kom dan ook helpen. Dus het is echt het doel om te helpen. Het is ook het doel zometeen natuurlijk om dat gesprek met elkaar te hebben. Daar komt dus ook geld bij, meteen al vanaf september, wat je ook voor 500 scholen al kan aanvragen. Daar komt hulp bij met de plannen. Daar komt hulp bij, we hebben een onderwijsakkoord afgesloten, deels meer salaris, maar ook hulp bij werkdruk, meer ruimte om te ontwikkelen, professionalisering. Dus wij moeten ook wel zorgen dat je die ruimte hebt. En tegelijkertijd betekent dat heeft die leraar om zich heen meer ondersteuning nodig. Soms in de school, soms in de klas. Onderwijsassistent, eigenlijk wat we net zeiden, iemand van de bibliotheek die kan komen helpen. Het kan heel breed zijn. En ik denk dat wij moeten helpen om ervoor te zorgen dat dat dan ook wel gaat lukken in die klassen. Dat kunnen deels met geld, deels met hulp, met zo'n basisteam. Maar dat zullen we ook met het gesprek moeten doen. En ook een beetje achter gaan komen wat werkt. Want het is waar, gym dat wordt 2 uur, moet je geven. En burgerschap is iets wat we inderdaad ook belangrijk vinden. Maar ik was gisteren bij een school die gebruikt ook heel veel organisaties van buiten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een debatinstituut om kinderen te leren discussiëren. Of een vereniging met jongeren die ondernemen om kinderen bij economie te helpen. Kijk. Het is denk ik ook heel goed, dat is ook onderdeel van dit plan, dan heb ik ze nu al 5 namelijk gehad, dat je de buitenwereld heel nadrukkelijk bij die school gaat betrekken. Zodat al die handen die daar ook staan, dat we die ook gaan benutten. En ik denk dat soms ook gewoon dat wij moeten zorgen dat je die ruimte voelt om dat te kunnen doen. Zodat jij je ook kan concentreren op wat echt nodig is. En het is een terechte vraag van jou, Bonnie. Ik denk dat dit ook mijn grootste motivatie is, maar ook grootste uitdaging om dit dan ook echt te laten slagen. Dus als jij tips hebt voor hoe dat bij jou zou kunnen werken, wat dan nodig is en welke keuzes jij dan zou willen maken, die zou ik heel graag horen. Want
ja, misschien is dat wel heel leerzaam voor de toekomst. Nou, waar ik dan ook benieuwd naar ben, is u geeft dan aan, hè, die basisteams en een stuk geld. Want ja. Ik vraag me gewoon af hoe jullie dit allemaal gaan realiseren. Ja. Want zoals die 500 scholen die zich nu al kunnen inschrijven. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Is dat een website? Hoe kan je je aanmelden hiervoor? Ja, goede vraag. We gaan twee dingen op korte termijn doen. Dus dit is inderdaad aanvragen van geld. Maar eigenlijk vooral zelf een plan bedenken met elkaar en zeggen, hey, we hebben energie om hier iets aan te doen en we hebben een paar ideeën hoe we dat gaan doen. En mag ik dat doen? Ja, dat mag je zeker doen, altijd, maar daar krijg je nu ook extra geld dan voor. En we gaan ook nog helpen met wat zijn nou methoden die ook nog effectief zijn, hè, zodat je ook geholpen wordt om dat te kunnen doen. En in sommige gevallen kan je dus ook nog, als je extra hulp nodig hebt, ook nog gewoon dat wij aan jou vragen, hè, wat heb je nog meer nodig? Dat gaan we snel doen. Dat is natuurlijk dan allemaal technisch met een regeling. Het is natuurlijk allemaal, het is een ministerie, ja. Dus we moeten dat allemaal netjes doen. Daar zijn we nu mee bezig, maar die komt heel snel. He, dus dat is wel echt een kwestie van nu rond de zomer zijn dat we dat duidelijkheid kunnen bieden. Tot die tijd, we gaan natuurlijk wel bezig, niet alleen maar voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren. Wat moet er allemaal in dat masterplan zitten? Hoe ziet dat eruit? Dat zijn we nu al helemaal aan het uitwerken met allemaal mensen. Maar we willen ook komende weken met heel veel van die mensen nog extra in gesprek. Dus ik kom ook met een aantal data. Die komen op mijn social media, dus die kan je binnen een aantal dagen ook zien, waarop je ook kan inschrijven om daarover mee te praten met ons. En sommige sessies zullen met mij weer zijn, net als hier. En sommige zullen ook gewoon met mensen vanuit hier het ministerie zijn, om samen met jullie precies uitwerking te geven aan wat jij denkt dat werkt. Okay. Ik ga naar de volgende vraag. Hoe kan de remedial teacher, en dan bedoel ik echt iemand met een Master Sen diploma, weer een vaste plek in de school krijgen? Deze gespecialiseerde onderwijsprofessional is zeer waardevol, al gaat het om kennis van leren en leerlijnen en zeker met het werken van de meest kwetsbare leerlingen. Ja, ook dat is, die begrijp ik wel goed. Want zeker als je extra hulp en ondersteuning nodig hebt, en daar heb je dan mensen voor nodig, maar ook mensen die daarin gespecialiseerd zijn. En dit is eigenlijk een dubbele vraag, ik weet niet van wie die is, maar anoniem. Is ook de vraag, hoe zorgen we dan dat we die mensen hebben, dat we die ook helpen om daar alle kennis te hebben, of mensen die dat misschien heel interessant vinden en leraar zijn en dat willen, minister teacher zouden willen zijn, dat we die ook helpen aan die opleiding. Ja. Nou, daar helpt het voor dat we in het onderwijsakkoord ook geld voor die professionalisering hebben vrijgemaakt, zodat je daar ruimte voor hebt en ook tijd om dat te kunnen doen. Nou, overigens, met dat onderwijsakkoord doen we dus iets aan de salarissen, maar dat gaat echt al voor heel veel mensen in juni en juli in het primair onderwijs ook al meteen zichtbaar worden op je loonstrook. En dit is iets wat ik hoop meteen ook in het nieuwe jaar natuurlijk zichtbaar te krijgen, dat je dan ook merkt dat je meer ruimte hebt om een opleiding te doen. Maar het is belangrijk dat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte dan ook die extra hulp kunnen vinden. Wij willen dat ook dus faciliteren. Dus ook daar is ruimte voor in die aanvraag, in die regeling en die subsidie die je van ons kan krijgen. En we gaan kijken hoe we dat ook structureler kunnen doen. Dus het is in die zin voor het hele onderwijs. En ook toegespitst op de behoeften die jij ziet in de klas. En dat vind ik een van de belangrijkste uitgangspunten voor het plan. De leraar weet heel goed wat er nodig is. Jij weet dat heel goed in jouw klas. Dat soms zoveel op het bordje zit, maakt het niet makkelijker. Maar we hoeven niet te vertellen wat nodig is, want dat weet jij. En daar moeten we ook op vertrouwen. Alleen moeten we zorgen dat wat jij weet en wat je kan doen, dat je dat ook echt helemaal kan laten zien en de leerlingen ook optimaal in kan begeleiden. En dat klinkt echt, ik weet, in deze omstandigheden als een soort utopie. Maar laten we toch proberen, ik ben niks waard als ik niet mijn best zou doen om toch proberen een stap daarin te maken. Ook al hebben we een personeelstekort, ook al is het heel lastig, zijn de klassen soms veel te groot. Ik moet daar met ons allen een poging doen. Ja. En ik denk ook dat dat iets is wat dus langjarig moet. En dan is ook specifiek, als je extra hulp nodig hebt, ook echt extra aandacht en tijd voor moet zijn. Nou, kijk, u zit nu in dit gesprek met mij en dat vind ik gewoon echt te gek. Laat ik dat in ieder geval voorop stellen. Met nog meer mensen. Ja, en nog veel meer mensen die hun vragen instellen indienen. Ja. Maar wat ik tof vind is dat u zegt, kom maar door. En ik weet dat het niet makkelijk gaat zijn, maar dit zijn wel mijn idealen en dit is wat ik wil bereiken. Ik ben ook een dromer en ik zie ook dat als je samenwerkt, dat je tot hele mooie ontwikkelingen kunt komen. En heel veel kan, hè, want in coronatijd hebben we ook een voorbeeld gezien van Hoe flexibel wij zijn. In Brabant. En heel flexibel. En voorbeelden waarmee mensen in een paar weken tijd, door bijvoorbeeld een focus op rekenen,
echt maanden tot soms een jaar aan toe wisten voorsprong op te bouwen op rekenen. Dus het gebeurt ongelooflijk veel op heel veel plekken en dat moet vooral, spread the word. En daar moeten we elkaar ook een beetje mee helpen en inspireren. Ja. Ik pak toch nog een vraag. Oh, er staat een naam bij. Isolde Pot. Ja. Zij geeft aan, is er ook gedacht om logopedisten weer toe te voegen aan het basisteam van scholen? Zoals zij ook in het speciaal onderwijs in het basisteam zitten. Vind ik eigenlijk een hele mooie vraag. Ja. Daar ben ik wel benieuwd. Ja, die had ik zelf, daar heb ik nog... Je zit wel te denken aan maatschappelijk werk. Hè, als het iets rond veiligheid speelt op school. Of lezen, wat ik eens over de bibliotheek. Maar ik vind dit ook een goeie. Ik denk dat als het bijvoorbeeld mijn school was geweest, had mij ook geholpen. Ik heb af en toe wel een beetje slis. Ik zou dit echt heel goed vinden als daar ruimte voor is in die scholen. Misschien iets om mee te nemen. Ja, ik denk dat Isolde ook dus dat vraagt vanuit een ervaring die zij heeft gehad. Ze noemt ook het speciaal onderwijs. En ik denk dit is een beetje hetzelfde als met die remedial teacher. Ik vind dat je, dus als je dit ziet als ik heb daar behoefte aan op mijn school, daar is nou precies die subsidieregeling voor. Dan ga je dat dus aanvragen. Hopelijk vind je hem ook zelf. Hè. Als je hem niet kan vinden, dan moet je dus tegen ons zeggen, help me zoeken. Maar niet alleen in een subsidie. Ik vind dat dat structureler moet. Hè. Dus dat is ook het voordeel van dat geld. Dat miljard wat we voor de komende jaren straks structureel elk jaar erbij hebben in het onderwijs. Dat gaat naar allerlei van dit soort ondersteuning. In het belang van de les. Maar vooral om die leraar te helpen dat wat hij heel goed kan en weet. Om dat ook echt goed te kunnen blijven doen. Laatste vraag. Tijd gaat echt enorm snel. Laatste vraag van Aliki Riganas. Ik hoop dat ik uw naam goed uitspreek. Ja. Bekend? Nee, maar ik weet niet hoeveel manieren je het nog verder uit kan spreken. Nou, ik zat meer op de achternaam. Maar de vraag is, in hoeverre wordt er gemonitord en onderzocht of en hoe een bepaalde methode effectief zal zijn in de basisvaardigheden? Is er al veel aanbod en toch lukt het niet of niet geheel op bijvoorbeeld een stabiele groei in leesvaardigheid? Moet ik hem even opnieuw lezen hoor. Ja, nee, dat komt. Er is al veel aanbod. Er is heel veel, maar is en het, toch lukt en toch, het niet. Nee, dus ga je nog wat meer erbij gooien. Precies. En lukt het dan nog steeds niet? Of waarom gaat dit wel lukken? Is ook een beetje de vraag van Aliki. Ik denk dat dat ook een terechte vraag is. En dat hoort ook, die vraag natuurlijk ook. En wij moeten met elkaar zorgen dat dat dan kan lukken. We hebben wel wat ervaring, gelukkig. Waaruit blijkt dat het wel helpt om duidelijk te zijn over bijvoorbeeld een bewezen effectieve methodes. Mm-hmm. Dat doen we met het Nationaal Programma Onderwijs. Dan zie je of dat nou ook gaat soms om mentaal welzijn, maar ook over vaardigheden of over bijles. Dat we daar echt heel veel methoden ontwikkeld zien door allerlei instanties en wetenschappers die echt werken. En waar een school ook bij, ik was laatst in Zeeland, daar hebben ze een hele klapper, een waaier die ze aan scholen geven, waar al die methodes opstaan. En dan kan je daar eigenlijk bijna uit kiezen en kijken wat heeft mijn school en mijn leerlingen nodig. En ik denk dat we datzelfde hier moeten doen met die basisvaardigheden, maar dan weer natuurlijk nog een slag beter. Dus wij moeten ook kritisch zijn op alle methoden die er zijn. Er is wel heel veel, maar nu moeten we ook weten wat dan ook werkt. En daarna ook weten, dat weet je natuurlijk pas op het moment dat je ook kan zien wat het doet met de prestaties van leerlingen. Dus dat zei ik ook, een van die elementen, van die vijf elementen, is dus ook het beeld echt goed hebben, beter krijgen, zodat we ook goed kunnen monitoren en ook weten wat werkt. En daar dan ook weer in het lijstje van de effectieve methode dus andere scholen mee kunnen helpen. De tijd zit erop. Nou ja. Ja, ik vind het echt heel erg jammer. Een half uur is veel te kort. We gaan het nog heel veel vaker doen de komende tijd. Dus er is nog heel veel meer gelegenheid. Ja, er komen nog heel veel themasessies. Als het goed is, wordt er nu ook in de chat een link geplaatst. Waar je ook kunt aanmelden voor verschillende themasessies. Ja. Ik wil u hartelijk danken voor uw tijd en dat ik hier mocht zitten. En ik wil bijna zeggen thuis, maar misschien zit je nog wel op je werkplek. Wil je hartelijk danken voor uw vragen. Alle vragen die nu niet gesteld zijn, die komen natuurlijk gewoon nog bij u terecht. Ja. En die neemt u mee. Ja, absoluut. En ik wil jullie heel erg bedanken voor de tijd die jullie er nu ook ingestoken hebben. Ik weet, online zijn veel mensen die hier ook regelmatig ideeën over droppen. Daar ben ik heel erg blij mee. En het is ook wel een beetje van mij een soort hulpvraag naar iedereen. Want wij zijn natuurlijk ook aan het kijken, wat werkt nou? Wat hebben we nodig? En degene die dat het beste weet, zijn wel die leraren in de klas. Dat zijn mensen zoals jij, Angela.
En ik wil gewoon samen dit plan verder maken. Maar ook meteen beginnen. Want we moeten ook meteen zeggen, nou, we wachten wel eens even wanneer de resultaten weer minder worden. Wanneer er dus een keer nog weer nieuwe plannen komen. Nee, meteen aan de slag. En gelukkig gebeurt het op heel veel plekken. En dat gaan we nog meer zien en uitbreiden en nog beter ondersteunen en helpen. Dank u wel voor dit gesprek. Jij bedankt. Graag gedaan. Dank u wel voor het kijken. Tot de volgende sessie.